voor het bestuur van de Margriet, voor de professionele hulpverleners, voor de coördinatoren, de vrijwilligers, de donateurs, de adviseurs, alle mensen die betrokken zijn bij dit belangrijke werk. Liefde en onschuld, bescherming en waarde. Ben van der Velde is voorzitter van Hospice de Margriet. Vandaag is het feest, want jullie bestaan 5 jaar. Bijzondere dag, wat gaat er vooral door u heen? Wat hebben die 5 jaar betekend? Dat wij ruim 300 bewoners in het hospice gehad hebben. En dat die op een goede, waardige manier afscheid van het leven hebben kunnen nemen. En we hebben ruim 300 warme reacties van familie en mantelzorgers gekregen. Dat is eigenlijk wat er vandaag door me heen gaat. U zegt bewoners, het zijn ook mensen die overlijden. Dat maakt het vak van vrijwilliger of professional in een hospice denk ik heel speciaal. Het is er vandaag in het gesprek hier in de zaal ook over gegaan. Hoe gaat het een beetje in zijn werk? Het is vrijwilligerswerk en het is werk voor professionals en dat liefst ook nog samen in samenwerking. Kunt u daar wat over vertellen? Ja, ons hospice is een bijna thuishuis. Dat betekent dat de thuissituatie nagebootst wordt. En dat betekent ook dat als je thuis bent, wijkverpleging krijgt. Dat krijg je in het hospice en dat krijgen wij voor 5 bewoners. En dat is 24 uur per dag professionele hulp, verpleging door verpleegkundigen die speciaal opgeleid zijn voor palliatieve zorg. Daarnaast hebben wij 80 vrijwilligers die de verpleegkundigen ondersteunen, maar ook huishoudelijk werk doen. De tuin en de klusjesman en die doen dat ook op een professionele manier. En dat is een bijzondere combinatie. Dus professionele zorg en eigenlijk zeg ik ook professionele vrijwilligers. Die een sfeer creëren in ons hospice die echt heel bijzonder is. Die vrijwilligers, u zegt, ze doen ook de tuin. Maar er zullen ook mensen zijn, denk ik, die de mensen nabij zijn. Ja, op het moment dat ze ook bijna doodgaan en doodgaan. Ja. Stelt het ook speciale eisen aan die vrijwilligers? Moeten jullie als mensen weigeren? Of doen jullie ook iets aan opleiding? Ja, zeker opleiding. Is primair eigenlijk. Ik geloof een 8-tal avonden waar allerlei aspecten van palliatieve zorg behandeld worden. Maar er worden ook de intakes gehouden en als bijvoorbeeld vrijwilligers nog in een rouwproces zitten, hè, dat komt ook voor, die hebben iemand verloren, die, oh dat is mooi werk om dat als vrijwilliger te doen, dan zeggen wij nou dat moet je nog even mee wachten, je moet niet zelf nog in een rouwproces zitten. Overigens moet je ook in staat zijn jezelf wat onzichtbaar te maken, dus dat je niet altijd maar op de voorgrond treedt. Dus dat... niet de hele dag aan zo'n bed blijven zitten. Nee. We geven trouwens vrijwilligers ook opleiding in zorg die niet medisch is. Bijvoorbeeld voetreflexmassage of handmassage, dat soort dingen. Lukt het jullie om vrijwilligers ook te vinden of is dat nog een vak apart? Dat blijft een vak apart. Tot nu toe lukt het altijd wel. We hebben wel eens moeite om de roosters rond te krijgen, maar dan is er altijd wel uit die 80 mensen wel iemand die dan weer een dienst extra wil draaien. Dus het lukt, maar als er mensen zouden zijn die zeggen ik overweeg om vrijwilligerswerk te gaan doen in de Margriet, dan kunnen ze zich melden. Ja, heel graag. Ja. Je weet ons vast wel te vinden. Op een dag als vandaag, we zijn er nu niet, hè? We zitten in een feestzaal, maar als we in hospice zouden staan vandaag, nu, hoe is het daar dan? Is het, kunt u er iets over vertellen hoe het er toe gaat? Is het er rustig? Zijn er veel mensen? Er heerst eigenlijk altijd een soort serene rust. Er loopt niemand hardop te praten, niet dat we allemaal stil zijn. En er is ook humor en er wordt ook wel eens gelachen. Het is gewoon eigenlijk net als thuis. En... ja, dat is die sfeer, maar wel iedereen een beetje op de achtergrond. De vrijwilliger is wel centraal in ons hospice, maar moet dat niet ook laten blijken, gewoon door de uitingen en zo. Ja, want helemaal centraal staat natuurlijk de bewoner, zoals je net. Uiteraard, daar draait het allemaal om, ja. Zijn er van uw kant nog wensen? Zou het bijvoorbeeld wenselijk zijn om de 5 plekken die er nu zijn uit te breiden? Nee, die wens hebben wij niet. Als het al nodig zou zijn, moet er een tweede hospice komen. Wij willen voorkomen dat het een hospitaal gaat lijken. Het moet echt een bijna thuishuis blijven. Het hospice is nu voor de regio Waterweg, Schiedam-Vlaardingen-Maassluis. Dus in dat geval, en dat is nog niet echt het geval, denk ik, dan zou je kunnen gaan denken aan een hospice in Schiedam wellicht. Ja, als die behoefte er is. Maar het is nu wel erg lastig om zo'n hospice te bouwen. Want je hebt dat gehoord van Jan Slagter. Die woningcorporaties mogen dit ook eigenlijk niet meer doen. Dus wij waren net op tijd. Maar vooralsnog, er zijn geen wachtlijsten. Het kan nog uit met die 5 plekken. Ja. Nou, als laatste dan. Hoe ziet u de situatie, laten we zeggen, over 5 of 10 jaar? Is een hospice dan bijna nogal veranderd? Of zijn er toch ook weer dingen te verwachten die we wellicht nu nog niet kennen, maar die ook de manier waarop we omgaan met overlijden wellicht in onze maatschappij verandert? Ja, nou, ik heb bij mijzelf wel gemerkt. Ik ben nu 10 jaar voorzitter van Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord. En dacht in het begin dat rond de dood toch wel een groot taboe heerste. Maar dat blijkt dus veel minder te zijn dan ik dacht. Dus worden we daar beter in met z'n allen? Wellicht worden we daar beter in. Anders. Hoe anders? Kijk, waar vroeger normaal was dat je thuis overleed, bij de familie. Vaak wonen er 2 of 3 generaties in één huis. Dat is natuurlijk heel erg veranderd in de hospitalisering. Mensen werden al met 60 in een bejaardenhuis gezet. En nou, we hebben nu weer een hele beweging terug dat er toch meer zorg van mantelzorgers geëist wordt. Hè, dat is zelfs een eis in de nieuwe wet. Dat je eerst mantelzorgers moet gebruiken voordat je professionele hulp kan krijgen. Dus ja, we zitten nu een beetje op dat snijvlak. En hoe dat in de toekomst uitpakt, dat weet ik natuurlijk niet. We gaan het meemaken. Heel veel succes met uw werk. Dankjewel.